Een nieuw bedrijventerrein van 80 hectare langs de A58 tussen Tilburg en Geelze. Er wordt al jaren over gesproken over dat gebied Wijkenvoort. En er is veel tegenstand tegen de plannen. De gemeenteraad van Tilburg hakt vanavond de knoop door. En dan zal blijken of deze weilanden en bossen worden opgeofferd aan bedrijfshallen. De gemeente wil dat Wijkenvoort een vestigingsplaats wordt voor distributiebedrijven. En dat is juist een bedrijfstak waartegen in Brabant een groeiende weerstand is. Omdat we steeds meer via internet bestellen, zijn er grote hallen nodig om al die producten te distribueren. En tegenstanders spreken van verdozing van het landschap. Zo zou het er in Tilburg langs de A58 uit moeten zien. De gemeente zegt dat het anders wordt dan de bekende blokkendozen. Zo worden bedrijven omringd door groen en speelt duurzaamheid een grote rol. Wat wel anders gaat zijn, is dat we ook bij bedrijven die zich hier gaan vestigen zullen gaan zeggen op de daken allemaal zonnepanelen en zorgen ook dat het bedrijf op een goede manier ingepast is in het landschap. Maar de buurt is er niet blij mee. Omwonenden willen dat het bedrijventerrein er niet komt. Nou, het is gewoon doodzonde om zo'n laatste stukje mooi Brabants cultuurlandschap in de gemeente Tilburg, om dat op te offeren voor een industrieterrein, voor een logistiek bedrijventerrein. En ja, wij denken dat het niet nodig is en het is gewoon ongelooflijk jammer. Maar mocht Wijkenvoort daar toch komen, dan moet die anders ingevuld worden, vindt de buurt. Denk aan de vrachtwagens in de kelders of een parkeerdek bovenop. Maar het vraagt wat van anders kijken naar wat je hebt. Het vraagt van creatief zijn en het vraagt ook van investeren, want het is natuurlijk hartstikke duur. En nu wordt er gewoon heel makkelijk gezegd van ja, er zit zo weinig marge op de logistiek, dus dat kan niet. Vanavond beslist de gemeenteraad dus over het nieuwe bedrijventerrein.